Burgemeester, vandaag kwam een memo naar buiten waarin gesproken werd over het huisvesten van 100 asielzoekers bij het jachtslot Mokerheide. Wat is de insteek van de memo? Ja, dat is in dit geval nog een redelijk prematuur, voortijdig stadium. Maar het is zo dat medio dit jaar heeft de exploitant van het jachtslot COA benaderd voor de mogelijkheid om ongeveer 100 asielzoekers daar te huisvesten. COA had toen eigenlijk geen belangstelling. Want je ziet dat in eerste instantie wordt er nadrukkelijk gevraagd naar grote locaties. Nu dat in beeld komt, is het denk ik van belang. Dit wordt dan een kleinschalige locatie. Dat wij daar ook iets over zeggen. Jachtslot moet overigens nog een vergunning aanvragen daarvoor. Moet voldoen aan bouwtechnische voorschriften, aspecten van veiligheid. Dus er speelt dan ook nog een planologische procedure. Zover is het ook nog niet. De COA heeft op dit moment ook nog steeds de insteek grootschalig. Maar zou dit aan de orde komen, dan is dit mogelijk een locatie, ja. Dus de gemeente neemt daarmee eigenlijk een schot voor de boeg om, mocht er een aanvraag komen, om snel te kunnen reageren. Ja, want ik vind dat je daar heel open in moet zijn. Dat als een exploitant contact opneemt met de COA, vind ik ook dat ik als burgemeester naar buiten toe al in een voortijdig stadium moet laten weten dat dit soort aanlopen lopen. Kan best zijn dat het niet zou kunnen leiden tot de opvang van asielzoekers daar. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan vind ik dat er tijdig ook informatie naar de raad door moet gaan. We praten dan over de bijgebouwen op het terrein van het jachtslot. Niet over het jachtslot zelf, toch? Ja, ter voorkoming van misverstanden. Het gaat dus niet om het jachtslot zelf, maar over het bijgebouwen. Overigens hebben daar eerder, zijn er asielzoekers gehuisvest, eind jaren 90 en rond de eeuwwisseling, hebben daar ook asielzoekers ongeveer orde van grootte 80, dus dezelfde orde van grootte, zijn daar in de tijd gehuisvest geweest. Wat verwacht u dat er vanavond in de raad besloten wordt? Dat is altijd moeilijk te zeggen, maar de raad heeft in september een motie ingediend waarin men eigenlijk de gemeente heeft opgeroepen, het college heeft opgeroepen om actief mee te denken aan dit vraagstuk wat natuurlijk in heel Nederland speelt. Een oproep waarvan je in de kern zou kunnen zeggen, neem daarin ook een verantwoordelijkheid als gemeente Mokermiddelaar. En dit is in feite een terugkoppeling. En we doen dus niet alleen in het geval van asielzoekers iets, maar ook met betrekking tot de huisvesting van statushouders. Ja, want ook daar loopt u als gemeente volgens planologisch plan, toch? Ja, wij lopen qua taakstelling. Op dit moment moeten er nog 3 huisvesten dit jaar, dus 3 mensen. Dus dat loopt prima. Alleen er is gevraagd of wij versneld voor volgend jaar alvast tijdelijk mensen zou kunnen opvangen qua statushouders. Want daarmee ontlast je ook de problematiek in de asielzoekerscentrum. Want er zitten nog 12.000 statushouders in asielzoekerscentra die eigenlijk dus al in woningen of in tijdelijke voorzieningen moeten worden opgevangen. Als de raad vanavond instemt en er komt daadwerkelijk een officiële aanvraag van het jachtslot, hoe snel zouden dan asielzoekers gehuisvest kunnen worden? De aanvraag moet ook van de exploitant komen dan. En dat hangt vooral af van hoe de bouwtechnische staat is en de veiligheid. Als alles in orde is, bouwtechnisch qua veiligheid, brandveiligheid, zou dat in een paar maanden tijd kunnen wat betreft procedure. Voor meer nieuws uit de regio, ga naar maasduinencentraal.nl.